Welkom bij Van Tilburg Bastianen. Op voorhand willen wij u feliciteren met uw nieuwe Volkswagen. En uw nieuwe Volkswagen is tegenwoordig online. U kunt zien waar uw auto staat, uw actieradius en uw verbruik tijdens uw ritten in uw nieuwe Volkswagen. Daarvoor dient u de WeConnect app te downloaden. Deze app is te downloaden in de App Store, maar dit zullen wij in het komend filmpje verder uitleggen hoe dat u uw WeConnect account kunt aanmaken. Zoals u ziet kunt u de app downloaden in uw App Store, de WeConnect app. Daarna doet u login op het plusje en dan gaat u hem registreren. U vult uw e-mailadres in. Deze kunt u zelf bepalen natuurlijk. En daarna maakt u een wachtwoord aan, wat u natuurlijk goed moet opschrijven voor de aflevering van de auto. U genereert, u gaat akkoord met de gebruikersvoorwaarden en dan komt er een mail in uw inbox. Hierin kunt u het account verifiëren en zal u het account verder kunnen aanmaken. In de mailbox heeft u uw e-mail geverifieerd. U gaat dan opnieuw inloggen met het e-mailadres wat u gekozen heeft. Daarbij doet u nogmaals het wachtwoord invoeren en op dat moment gaat u uw account verder verifiëren. U gaat dit toestaan en in de profielbewerking gaat u uw land selecteren en natuurlijk de Nederlandse taal. Daarna gaat u uw profiel volledig instellen op de heer of mevrouw en de voornaam en achternaam. De geboortedatum selecteert u en de roepnaam, hoe dat u genoemd wilt worden in uw auto. Zo. Dit is een belangrijk punt, uw veiligheidspincode. Deze moet u ook naast uw wachtwoord goed opschrijven en meenemen naar de aflevering. Daarnaast gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de service van de Volkswagen ID. Daar gaat u ook mee akkoord. U doet dit opslaan en uw nieuwe profielbewerking wordt geladen en u heeft een WeConnect account. Met het scherm welkom gaat u naar wagen toevoegen en daarin kunt u het chassisnummer van de auto toevoegen. Deze is te vinden op de factuur van de auto. Mocht u deze nog niet ontvangen hebben, neemt u ook contact op met uw verkoopadviseur voor het chassisnummer. Deze gaat u ingeven en de auto is tot zover gekoppeld. De rest zullen we verder doen tijdens de aflevering in de auto bij Van Tilburg Bastianen. We zijn inmiddels in de auto beland. We hebben een account aangemaakt. De auto is verder uitgelegd en we gaan nu het WeConnect koppelen. Dit zal de verkoopadviseur tijdens de aflevering doen. En hiervoor dient u uw wachtwoord en e-mailadres dus goed bij de hand te hebben. U gaat naar uw e-mailadres. En het wachtwoord is dus van belang, anders kunnen we de koppeling met de auto niet maken. We gaan hem aanmelden en zo wordt u gebruiker van uw nieuwe Volkswagen. U kunt dan dus wat dingen in de app terugvinden en u kunt uw eigen eigenschappen tijdens het rijden naar voren halen. Dit wil dus zeggen dat bijvoorbeeld de radio ingesteld staat of de sfeerverlichting naar de kleur die u zelf prettig vindt. Dit kan enige tijd duren, maar dat zorgen we dat goed komt tijdens de aflevering. En anders zal het na de aflevering zeker gekoppeld worden. Inmiddels is het systeem zover. In ieder geval heeft u nog even geduld. En dan zal de koppeling met de WeConnect app gemaakt zijn. En heeft u uw eigen wageninstellingen. U ziet nou ook dat alle kleuren veranderen in de auto. En hij geeft nou ook aan welke bestuurder erin stapt. Inmiddels ziet u dat de app gekoppeld is. U kunt dus op dit moment zien dat de auto ontgrendeld is, dat het panoramadak open staat en u kunt uw mogelijke actieradius zien. Daarnaast kunt u, wanneer dat de auto op slot staat,
nog klaksoneren en knipperen van de auto, mocht u de auto kwijt zijn op het parkeerterrein. Daarnaast zijn er verschillende wageninformatie. Portieren open of gesloten, klep gesloten, ruiten gesloten. Maar ook een heel belangrijk punt, dat is de service. Op dit moment geeft hij aan dat hij over 28.000 kilometer naar binnen moet voor een servicebeurt. Hiervoor zal u ook opgeroepen worden tegen de tijd dat uw auto aan de beurt is in onze werkplaats. Zo zijn er nog wat andere gegevens van de auto die u kunt zien. Uw laatste rit, maar u kunt bijvoorbeeld ook door middel van de kaart zien waar uw auto op dat moment staat. Dat zijn de WeConnect opties die u in de app terug kan vinden. Daarnaast zou u de auto ook kunnen ontgrendelen en vergrendelen op sommige modellen. Ik denk een extra medium om uw auto naar uw eigen hand te zetten. Ik ga van deze nieuwe auto genieten en ik hoop dat u dat na de aflevering ook doet. En mocht er vragen zijn, kom altijd heel even langs bij uw verkoopadviseur voor meer uitleg over de WeConnect. Ik wens u in ieder geval een hele fijne aflevering en heel veel veilig kilometers met uw nieuwe Volkswagen.